Wanneer je op de Oxylife een variabele snelheidspomp wil installeren, zoals de DAP of de Aquaforte, dien je dit in te stellen in het menu. Je drukt op OK, gaat naar de configuratie toe, weer helemaal naar beneden naar het service menu. In het service menu typ je het wachtwoord in, waarna je naar beneden naar de filterpomp kan gaan. En je drukt op OK. De soort is nu standaard, wil zeggen aan- en uitpomp die je via een relais en de Oxylife kunt schakelen. Met het minnetje kun je deze op de variabele snelheid B zetten, waarna je op OK drukt en de instellingen staan.